Hoi allemaal, leuk dat jullie weer te zien. Oh ja, ik heb mijn vergrootglas even op, want dan kan ik de bonnetjes even lezen. Tadaa! Ik wil in ieder geval zeggen, ik heb een shoplog. Een grote shoplog. Ja, ik heb een aantal tripjes kruidvat gedaan. Nou, een aantal, drie tripjes geloof ik. Eentje voor de action. En ook nog een van het goed. Waar ik tenslotte werk. Geen spam, ook geen sprons. Even erbij zeggen. Nou, zal ik maar eerst algemeen kruidvat doen. Zoals de eerste trip. Dat is Yari Shampoo. Daar ben ik heel erg tevreden over en helemaal top. Dus dan ga ik gewoon lekker voortzetten. Mijn haar wordt er heerlijk zacht van. En het is ook niet zo zwaar, dus het is niet gelijk als plat als een dubbeltje. Ja. Dan had ik twee keer multivitamine. Dat was 1 plus 1, geloof ik. Nee, ik had korting. Ja. Dus ik had korting erop, dus ik heb weer een voorraadje vitamine. Ik had ook nog... deze, dat was tandenstokers, 6,79, die had ik weer nodig. Ik vind dat wel hele fijne. Er zitten ook van die ragertjes aan, dan kan je precies tussen je tanden hier. Ik heb hieronder nog wel zelf tanden, maar boven niet voor de mensen die het nog niet weten. Ik heb vanaf mijn 23e al een boven kunstgebied. Dit is mijn nieuwe. Onder 5 jaar krijg je een nieuwe, dus ik heb nu een nieuwe. Tadaa! Dus jullie denken, ik zie wat vreemds aan Connie. Nou, dat. Even kijken hoor. Waar had ik die ook weer? Nee, die hoort daar niet. Die hoort ergens anders bij. Dat was tripje 1. Had ik ook nog in deze trip, dat ben ik bijna vergeten, ik zit ineens staan. Ik had 2 eyeliners, donkerbruin. Die waren 1,99. Had ik ook nog een wenkbrauw. Heb ik ook 1,79. En dan had ik 2 van deze. Dat is die glue. De superglue. Nou, dat is superglue, want... mijn wenkbrauwen blijven nu eindelijk op zijn plek. Want die vinden altijd zo leuk om even de andere kant op te staan wat ik niet wil. Dus daar heb ik er 2. Ik heb er 1 in gebruik. Kijk, ik moet je laten zien. Even. Waar is die nou? Oh, hier zo, dat is de tweede. En de wenkbrauw en de eyeliner die ik in gebruik heb. Dus... ik heb ook weer backup. Jamie. Dus die gaat hier weer in de standaard. Ja. En dan was het tweede tripje. 2 keer 1,59 tissues. Je kan nooit genoeg hebben. Je moet wat afsnotteren deze jaren. Nou, deze tijd. Nu is het niet van de corona, wat je misschien hebt, dan is het van de verkoudheid. Dan had ik nog een tripje. Ik moet heel even bukken. Oh. Een pak tissues die ik meeneem. In elke tas zit wel een tissues pakje, 1 of 2. En die was 5,99. Was ik er toch, toen dacht ik, ik neem er nog 2 mee. Dus ik heb aardig weer wat wenkbrauw, lijm, zeg ik dan maar even, op voorraad. Toen was ik ook nog even naar de AC Dion geweest, geloof ik.
Of is dit acetion of was het nou weer kruidvat? Dat zit dan weer niet. Even kijken hoor. Op de oude wan. Nee. Volgens mij. Action of kruidvat. Drie zoveel geloof ik. Laat me even afweten. Kijk even op de site. Dus thermoleggings. Dus die kan ik nou ook lekker aan doen. Want het is nou koud. Dus helemaal top. Dus die kan ik nou onder een broek aan doen. Want ik moet altijd fietsen op mijn werk. En nu is het koud. En nu kan ik ze eindelijk aan doen. Goed. Dan had ik ook nog. Van mijn werk een bonnetje. Ik had de film gezien, maar ik wilde ook nog de boek lezen. En ik heb de boek Cynthia's List. En eigenlijk wou ik hem weggooien omdat hij hier vies was. Toen dacht ik, dan wil ik hem wel hebben. Want meestal is de film altijd anders dan het boek. Of de boek is weer anders dan het film. Eén van de twee. Ik vind dat het te verkorten ze dan weer. Dus dat boek wilde ik. Dus ik heb hem voor 1 euro. En wat ik nog wel eens grappig vind, ik heb hier zo de duiding en legend system. Dat is een soort tarotkaarten. Deze. En ik heb de ridderwater tarotkaarten. Die vond ik heel erg fijn. Kijk, boekje erbij. En dan hier de kaarten erin. Dus heb ik een lekker iets leuks te doen voor mezelf, af en toe. Soms komt het uit, soms niet. En dan zal ik deze binnenkant even laten zien. Er zit ook het boekje bij. En zulke achterkant van de kaarten. Dus daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. Dus die. En was ik nog wat vergeten? 10 pond geten? Nee, volgens mij niet. Oh ja, ah, ik ga even lopen. Er kwam nog een mooie riem binnen voor Ernst. Dus die heb ik maar meegenomen. Echt leer. Dus ik hoop dat die goed is. Dan heeft hij ook weer een mooie riem erbij. En die was ook een euro. Dus ik zou zeggen, dit was mijn shopblog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En een dikke kus van mij. En tot de volgende keer.